Op donderdag 22 april vond het project 50cc School School Events plaats op het Twents Kalmo College, locatie Postkampstraat. Het regionale orgaan Verkeersveiligheid Overijssel, de ROVO, heeft dit project en traject ontwikkeld om de regels voor scooters en bromfietsen te verduidelijken. Het project wordt aangeboden door de regio Twente en de gemeente Oldenzaal. 50cc School School Events bestaat uit een aantal interactieve lessen met diverse praktijkonderdelen. In drie blokken krijgen de toekomstige scooter- en bromfietsrijders informatie over de belangrijkste regels voor veilig en verantwoord deelname aan het verkeer. Ook krijgen ze informatie over risicovol en asociaal rijgedrag, persoonlijke veiligheid en het verbeteren van de rijstijl. Dit alles onder het motto Safety for All. Ja? Ik zie op de rollenbak, hij rijdt 78. Wat rijdt hij dan? 66, 70 km per uur. Dat gaat nog de oneerst. Dat is Wil je vasthouden? Als je gewoon uit kunt. Ja. Je moet schakelen. En we gaan hier in ieder geval liefst zoveel mogelijk rijden. Maar goed, we hebben een hele grote. Wie van jullie heeft al een brommerrijbewijs? Niemand is nog 16? Ja, Kirsten. Ja, oké. Maar wat even, wat doen jullie zo? Ik krijg hier nou heel veel. Ik ga eerst even tekst uitleggen.